Hoe wil je sterven? Mijn god. In gezelschap wil ik sterven. Ja, ik hoop wat handen aan het bed. Dat zou... Dat heeft de voorkeur. Wat had je graag uit willen vinden? De fiets had ik graag willen uitvinden. Dat vind ik een mooie uitvinding. Daar hebben we een hoop aan met z'n allen. En, dan moet ik zeggen dat ik niet eens een fiets heb. Maar dat mijn vorige fiets gestolen is, heb ik besloten om geen nieuwe te kopen. Maar als ontwerp, als ding, vind ik de fiets prachtig. En had ik hem graag uitgevonden. Het was mooi geweest als mijn naam erachter had gestaan. Wat is jouw idee van ellende? Ik vrees dat ik nogal een zondagskind ben. En niet heel veel ellende heb meegemaakt in mijn leven. Wat voor een schrijver natuurlijk heel erg is. Want hoe meer ellende je hebt, hoe meer stof tot schrijven je hebt. Ik vind het bijna te oppervlakkig, maar ik heb daar gewoon geen antwoord op. Mijn idee van ellende is alles verliezen wat ik heb nu. Mijn huis verliezen, mijn vrouw verliezen, mijn kinderen verliezen. Dat is wel iets waar je, als je een zekere leeftijd bereikt hebt, dat wordt wel een serieuze angst. Wat vind je het beste stuk uit jouw boek en waarom? Wat mij tijdens het schrijven... het meest is opgevallen en waar ik zelf heel verrast door was, is het idee dat de ouderdomskwalen, waarvan we allemaal leren dat, dat je daar niet aan ontkomt, dat die goed deels niet door leeftijd worden veroorzaakt, maar door leefstijl. En dat was nog wel een eye-opener. En eigenlijk is dat de premisse van het hele boek. Dus, nou ja, laat dat dan het beste stuk zijn. Waarom wilde je dit boek schrijven? Dat begint eigenlijk een jaar of 16 geleden toen ik stopte met roken. Ik kwam uit de muziek en uit de literatuur en uit de journalistiek. En dat zijn allemaal vakken waarin gezondheid niet heel hoog in het vaandel staat. Er werd veel gezopen, er werd veel gerookt, er werden andere dingen gedaan. En toen ik 40 werd, bedacht ik dat ik maar eens moest stoppen met roken, omdat ik mezelf aan dood roken was. En toen ben ik een beetje het bewegen gaan oppakken. En wat ik daarmee ontdekte was dat het contrast met het idee dat de aftakeling begonnen was bij 40 jaar. Dat helemaal niet waar hoefde te zijn. Namelijk dat ik werd gezonder en ik werd fitter en ik werd sterker en ik werd sneller. En ik kon daar nog een opbouw doen ook. En langzamerhand rijpte dat idee om daar iets mee te doen. Ik heb daar Frank van Hellemond bij gevonden, een bevriende sportarts. En samen hebben we dit idee uitgewerkt tot wat het nu is. Waarom wil je dat mensen jouw boek lezen? De belangrijkste reden is dat we duidelijk maken dat veel van de fysieke ellende die je te wachten staat als, laten we zeggen, 40-plusser, dat die te voorkomen is of omkeerbaar is. Je kan er een heel leven mee vooruit met dit boek. Hoe heb jij je eigen midlife-crisis overleefd? Nou, dat is heel aardig. We hebben ontdekt dat de midlife-crisis niet bestaat. Er is wetenschappelijk onderzoek naar gedaan en ze zijn erachter gekomen dat er gewoon niet is. Er zijn weliswaar mannen die op hun 50ste, weet ik veel, ontslag nemen bij de baas, een Harley kopen en met de secretaresse achterop naar de einde verdwijnen. Maar er zijn ook mannen van 30 die dat doen. Mannen van 25 die dat doen. En bij mannen van die leeftijd noemen we dat geen crisis. Alleen bij mannen van middelbare leeftijd. Dus het bestaat niet. Ik heb het ook niet gehad. En dan de hamvraag. Wat heb je liever? Haaruitval, een buikje of libidoverlies? En waarom? In mijn geval is het makkelijk lullen natuurlijk. Maar ik moet kiezen voor haaruitval. Dat is heel vervelend. En mannen die dat hebben, die lijden daar ontzettend onder. Tenminste, sommige mannen lijden daar ontzettend onder. Anderen die pakken de tondeuzen en die zeggen, dat zal allemaal wel. Maar haaruitval, ja, dat is gewoon een soort genetische predestinatie. En uiteindelijk 80% van alle mannen moet eraan geloven. Alleen dat levert geen gezondheidsschade op. Nou ja, libidoverlies, dat is meestal een gevolg van een slechte leefstijl. Dat heeft ook niet zozeer te maken met het vorderen der jaren, als wel met het feit dat je dikker wordt en dat je hormonale
onbalans krijgt. Dus dat buikje, ja, niet alleen ziet dat er niet heel aardig uit, niet heel sexy, maar het levert ook gewoon gezondheidsschade op, die uiteindelijk kan resulteren in libidoverlies. Nou ja, goed, en als je geen libido meer hebt, wat heeft het leven nog voor zin dan? Dus doe dat haar er maar af.